Wednesday heeft weer smerige ouders. Zo kleurrijk. Wil je spelen? Vanille-ijs. Nee, 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 nee. Maar op de vleugels van de nacht komt plan B in vlucht. Wednesday wordt geadopteerd door een vampierfamilie. Een plotselinge aanval? De dag wordt interessant. Eindelijk opgevreten. Wat wil je, meisje? Ik wil al zo lang echte vampieren ontmoeten. Bijt me. Nee, ik zit vol. Hoe durf je mijn vlecht aan te raken? Ze kunnen voor zichzelf opkomen. Zullen we naar huis vliegen? Tijd om hier weg te gaan. Vleermuismodus? Laten we gaan. Ze raken Wednesday Addams niet kwijt. Wil je leren hoe je een vampier wordt? Zet je turbohaar aan. En een snelle raad. Wees voorbereid om te eindigen in een onheilspellend hol. We zullen meer van dit soort romantische diners moeten hebben. Je hebt mijn ouders opgegeten. Ja, dat is vreemd. Wil je me nu adopteren? Alsjeblieft. Kan ze blijven? Arm ding heeft een familie nodig. Laten we elkaar beter leren kennen. Uitstekend. Welkom bij de clan. Laten we je kamer gaan bekijken. Wat vind je van dit vampierenbed, schatje? Een hele luxe beklede doodskist? En alleen van mij? Geweldige omstandigheden, mam. Zo'n kostbaar kind. Ik maak de deksel vast. Dat is beter. Slechte dromen, Wednesday. Nieuwe dag betekent nieuwe trucs. Laten we kijken wie het eerst gemarteld kan worden. Maar voor de marteling moet ik er chic uitzien. Ik ben niet bleek genoeg. Waar ben je geweest? Vandaag is het de 13e. Wednesday's verjaardag. Ik haat feestdagen. Weer een jaar ouder geworden. En Thing heeft een cadeau voorbereid. Ik hoop dat het iets verschrikkelijks is. Wow, mooie sieraden. Handgemaakte ketting. Geweldig om mensen op straat af te schrikken. Bedankt, Thing. Je hebt me opgevrolijkt. Iemand gebruikt mijn douche? Niet gluren. Je kunt niet eens rustig de botten wassen. Oké, meneer Schedel. Ga verder met je routine. Wat? Verrassing! We wensen je alleen maar ongeluk en een lang en ellendig leven. Yay! Ja, zo cool. Probeer dit eens. Bah, walgelijk. Je weet dat ik niet van bloed velvet cake hou. Doe tenminste een wens. Nou, oké. Wat als het uitkomt? Het is het proberen waard. Ik wil eindelijk een vampier worden. Aan de slag. Ben je klaar om de vampierversie van Wednesday te ontmoeten? Ugh, vreselijke nasmaak. Haar bloed is zo zwart als haar ziel. Gebeten met liefde? Ik moet mijn mond schoonmaken. Mijn eigen paar hoektanden. Oeps, scherp. Wat een geweldige geur. We hebben de bloedzuiger tandpasta nodig. Ons kind voedt zich. Heerlijk, mag ik meer? Natuurlijk. Wie is daar? Laten we het uitzoeken. Het is zo moeilijk om op te stijgen met een volle maag. Ik zal mijn krachten verzamelen en deze superkracht ook testen. Wee! Laten we het doen. Onze kleine vleermuis Wednesday is nog maar beginnend vlieger. Voorzichtig, stout Addams, of je maakt het interieur helemaal kapot. Zelfs Thing kan dit verschrikkelijke gezicht niet uitstaan. Tijd om te landen. Ouch, ik heb oefening nodig. Goed gedaan, Thing. Je hebt alles onder controle. Hoe zie ik eruit? Ik hou van deze vampiertrucs. Niemand zal me betrappen. Of me straffen. Oma Draculena? Dat is lang geleden. Oh, mijn lieve Wednesday. Laat me je een knuffel geven. Je bent volwassen, kleine slang. Nou, laat me de hoektanden zien. Ik wil je vanuit alle hoeken bekijken. Laten we eens kijken of je een fatsoenlijke vampier bent. Draai rond. Zo? Zal elke nek doorknagen? Ik heb een verjaardagscadeau voor je. Een bewezen middel voor je nieuwe tanden. Mijn favoriete kleur. Ik zal het zeker gebruiken, oma. Maar welke oma verwendt haar kleinkinderen niet met snoep? Hier, ik heb het gestolen van een grottrol. Een eetbaar oog? Zo'n zeldzame delicatesse. Blij dat je het mooi vindt.
Trouwens, een stijlvol accessoire voor mijn liefhebber van zwart. Het is prachtig. Ik kan het meenemen naar een vampierfeestje. En het embleem is zo netjes. Je bent mijn prinses van de duisternis. Oh, ik heb al mijn calorieën verbrand door hier te komen. Laat het maar aan mij over. Ze is zo schat. Laat me gaan. Ik ben veganist. Ik heb nog nooit iemand beledigd. Er staan twee opties op het menu. Ziet er smakelijk uit. Hij ruikt naar broccoli. Ik ben mijn kaak kwijt. Oh, daar ben je. Gefeliciteerd, je bent haar type niet. Rennen. Hey Finn, geef oma's hoektanden terug. Hier, gebruik ze goed. Bedankt, mijn eer is hersteld. Waar waren we gebleven? Lunchpauze? Ruik naar vlees. Wilde honger. Ik ben een oude vampierbaby. Oh, hij was zo'n sappige prooi. Het is tijd om te rusten, oma. Mijn kist staat tot uw dienst. Dank je, mijn kleine zwarte parel. Heb een slechte nacht en ik ga het college oplichten. De hoofdster van de instelling is gearriveerd. Ik moet me klaarmaken voor de lessen. Juist, vampieren worden niet weerspiegeld in spiegels. Zelfs de prachtige, zoals ik. Alles aan mij geneest nu sneller. Weet jij welke andere superkrachten vampieren hebben? Schrijf 5 vampierenvaardigheden in de comments. Jij weet meer dan ik. Ha! Fijne verjaardag. Ik heb een cadeautje meegebracht. Dit is voor mij? Wat zit er in de doos? Het is perfect. Heel onverwacht, Mike. Het is gemaakt van puur zilver. Waarom pas je het niet? Je hebt gelijk. Waarom niet? Auw, het brandt. Genoeg zilver. Brrr, het doet pijn. Oeps, het spijt me. Ik wilde niet. Ik denk dat je mijn neus hebt gebroken. We moeten er iets kouds op doen. Het is ijskoud. Wacht, ik denk dat je ham voldoende is. Dat is beter. Zoals je wenst. En je bent zo schattig. Ik zit vol verrassingen. Hé, Vierhoog. Ik had geen emoties moeten tonen. Wacht, dus jullie zijn een stel? Je moet je romantische moment verpesten. Wil je dat ik je vechtles geef, genie? Laat mijn vriend onmiddellijk gaan. Bedreig je me, meisje? Oké, ik reken later met die nerd af. Wat kun je me aandoen? Laten we het controleren. Wow. Zo snel weggelopen? De schijnbeweging werkte. Krijg wat je verdient. Ze wist te ontwijken. Laat jezelf zien. Hebbes, bullebak. Oh, maar waar ben ik toch? Help, ik heb hoogtevrees. Oh, het zou een lange val zijn. Iemand, haal me eraf. Doe het pijn? Nee, ik ben in orde. Holy bisectors. We zijn te laat voor wiskunde. Kennis wacht. Een test van 5 pagina's? Maar waarom zo weinig? 2x². Waar zijn de moeilijke opgaven? Oh, ik snij me altijd aan papier. Het doet al pijn. Misschien schrijf ik met de andere hand? Wat een heerlijke geur. Het maakt het beest in mij wakker. Is de nerd gewond geraakt? Ik kan niet tegen de aanblik van bloed. Ik verlies controle door de honger. Zou leuk zijn om Mike te eten. Deze kleine snee werkt op mijn zenuwen. Weet je? Wednesday, heb ik je beledigd? Ik ben bang. Wat dacht je van een pleistermaat? Dan kun je de test afmaken. Vals alarm. Bedankt voor je hulp, Adams. Geen probleem. Altijd. Oeh, dat was moeilijk te weerstaan. Moest een kubus tekenen met de afgesneden vinger. Mijn hemel, deze treden zijn zo glad. Oh, dit college maakt me vandaag af. Wednesday, ik laat al mijn boeken aan jou over. Heb je het nog niet gehaald? Files onderweg. Welke langere? Oeps, ik heb hem gemist. Ik laat je slimme kop niet breken. Hier. Ah. Hebbes. Genie is veilig en gezond. Nou, kijk uit waar je loopt. Hoe is zij hier gekomen? Waarschijnlijk magie. Niets anders. Sanders Holmes is op onderzoek uit. Laten we uitzoeken wie je echt bent, Miss Mooie Vlechtjes. Bang voor kruisen? Vermijdt de zon? Reageert op bloed? Supersnelheid? Heeft een koude huid? Heeft een hekel aan zilver? Al deze eigenschappen moeten me naar de waarheid leiden. Er gebeuren zoveel mysterieuze dingen rondom haar. Toeval? Ik denk het niet.
Laten we mijn hersenen gebruiken. Wednesday Addams is een vampier. Ik weet hoe ik haar aandacht kan krijgen. Ik heb geen schoolboeken meer nodig. Fijne dag, Wednesday. Phew, niet meer zo brutaal. Hè? Vic? En wat is dat? Hallo, college. Vanaf nu mag je me briljante Mikey noemen. Heb een onvoldoende. Kun je je dat voorstellen? Wow, stijlvolle look. Hallo daar, mijn coole vriend. Moet je dit zien? Wil je dat ik het deel? Een hele zak vers bloed. Yummy. Haha, ik wist dat je een vampier was. Stilte en vertel het aan niemand, alsjeblieft. Nou, oké. Maar ik vraag één gunst. Wat is het? Kijk, Huggy Wuggy. Waar? Ik moet iets controleren. Oh nee, de vampierkrachten zijn weg. Waarom deed je dat, Mike? Ik wilde me eindelijk speciaal voelen. Vleermuismodus aan. Holy moly. Wat nu? Wednesday, Wednesday, Wednesday. Kun je onze vraag beantwoorden? Wednesday, onze kijkers willen weten hoeveel kinderen je van plan bent te adopteren. 1, misschien 2. Kom binnen, Wednesday. Je hebt de juiste keuze gemaakt. We hebben de meest goed opgevoede en schattige kinderen. Ze hebben gewoon wat ouderlijke warmte nodig. Kijk eens naar die schattige gezichtjes. Echte glimlachen. Lachen? Die vrolijke ettertjes zijn zeker niet Wednesday's type. Ik hoor iets. Al onze kinderen zijn zo gehoorzaam. Oh, wat is er mis met jou? Het is een nachtmerrie. Ik kan niet eens ademen. Ho, ik draag een wasknijper. Kom op, Taylor. Blijf kruipen. Ik ben bang voor gesloten ruimtes. Mike, welke kant op? Als ik me goed herinner, is het naar rechts. Zijn hier weer muizen? Dat is een vreemd geluid. Oh, mama. Hey, bel 112. We hebben de politie hier nodig. Nou, dit wordt net interessant. Alleen de geur, dat is beter. We waren gewoon op doorreis. Ew, nope. Ik doe het weer aan. Achoo. Iets warms, iets... Wat? Oh. Je hebt gelijk. Dat is wat we nodig hadden. Ik hou niet van de manier waarop ze naar ons kijkt. Wat gebeurt er? Yo, waar zijn we? Ik weet het niet, maar ik ben doodsbang. Hetzelfde hier, bro. Hetzelfde hier. Is dit het? Het einde? We hadden in de gevangenis moeten blijven. Wat is er, kiddo's? Laat me voor jullie zorgen. 1, speen. 2, fopspeen. Hier zijn jullie fopspenen. Je wilt de buren toch niet wakker maken? Raak ons niet aan. We laten je hier niet mee wegkomen. Wat is er met die rare kleren? En de geur. Eeuw. Dat moet anders. Man in Black. Het stinkt tenminste niet. Dat is goed. Is dit een luier? Gigantische babyman. Wat voor demonische outfit is dit? Oeps. Oké, we veranderen het. Oh, deze is beter en ziet er verder uit. Wiens outfit zou jij kiezen? Die van Mike of die van Taylor? Schrijf je antwoord in de comments. Oh, schone jumpsuit. Bedankt, mama. Oké, ik ben niet inhalig. Ik heb ook wat eten voor je meegenomen. 1 havermout, 2 havermout. Geniet ervan. Wacht, wat is er aan de hand? Wat is dit voor bedrog? Waar zijn mijn gevangenen? Een tunnel? Zijn die twee ontsnapt? De geur. Zijn ze door het riool gegaan? Oké, je komt toch niet ver. Welkom in ons weeshuis. Dus je bent op zoek naar de perfecte kleine schat? Ja, natuurlijk. Al onze kinderen zijn perfect. Ze kunnen tot 10 tellen en hebben niet eens gaatjes. Kijk naar die glimlach. Zo schattig. Wat? Dat klinkt bekend. Niet weer. Oh! Het lijkt meer op een gekkenhuis. Laten we hier weggaan. Oeps, mijn fout. De Troomtroompolitie is aan het werk. Heb je die boeven gezien? Die twee? Ik heb ze gezien. Bedankt, je bent een echte hulp voor het onderzoek.
Waarom overkomt mij dit altijd? Klaar om je nieuwe huis te bekijken? Ik hoop dat er een bibliotheek is. Knoppen. Klik, klik, ze lichten op. Stop met op alles te drukken. We komen vast te zitten door jou. Eigenlijk gaan we naar de 5e verdieping. Maar als je geïnteresseerd bent, kan ik het je laten zien. Hoor je dat? Ja, graag. Hier bewaar ik de vervelende paparazzi. Wednesday, geef commentaar op de situatie. Hoe gaat het met de nieuwe familieleden? Ik snap waarom je ze hier hebt opgesloten. Ik heb een paar antwoorden op hun vragen. Ik benijd ze niet. Ruikt naar oma's vleespastei. De beste kwade koks koken op deze verdieping. Eeuw, ze lijken niet op mijn oma. Wat vreselijk. Geen verdoving? Hoe verdraag je dat? Is dat echt ketchup? Laat het ketchup zijn. Deze worst doet me ergens aan denken. Zijn jullie koks echt professionals? Het lijkt meer op een vinger dan op een worst. Profs, 100 uit 100. Een beetje te zout, maar verder oké. Ik zie dat je geen honger hebt. Ik zou je hotdog niet erg vinden. Tuurlijk, neem maar. Geniet ervan. Bedankt, maat. Experimenten? Onderzoek? Ik hoef alleen maar op een paar knoppen te drukken en het proces is al begonnen. De wetenschap kent geen limiet aan mogelijkheden. Er zijn zoveel coole dingen hier. Dit is mijn hemel. Ieder voor zich. Mijn hemelsbroodje. Dit is mijn geheime laboratorium voor experimenten. Buk! Yum! Hey, waar is mijn worst? Jij bent de worst. Kom hier, ik reken met je af. Ik zal al mijn gevallen vrienden wreken. Vijfde verdieping. Laten we gaan. Mam heeft wat dingen te doen. De beste oppas ter wereld blijft bij je. Hij heeft mij tenslotte opgevoed. Ik vind dit helemaal niet leuk, maat. Ja, het is een beetje eng. Een halter. Het werd tijd dat ik ging trainen. Ik heb er nog nooit zo een gezien. Maar het is goed om te stretchen. Taylor, je zit altijd in je eigen wereld. Dit is echt antiek. Mijn opa had dezelfde typemachine. Ik schrijf Einsteins biografie. Albert Einstein is geboren op 14 maart. Het is zo leuk om met dit apparaat te werken. Wacht, ik typ niet eens meer. Is het vervloekt of zo? Mike had nooit verwacht deze bewoner van Wednesday's huis te zien. Oh! Taylor, er is een soort ledemaat. Welk ledemaat? Daar! Waarom doe je zo gemeen? Het is eng. Hey bro, kom binnen. Mike, kijk eens naar dit schatje. Raak het niet aan. Wat als hij tanden heeft en je bijt? Chill, het is gewoon een schattig huisdier. Oh. Auw, laat me gaan alsjeblieft. Stop het gevecht. Ik heb een beter idee. In de linkerhoek hebben we de gevangenenbokser Taylor. In de rechterhoek zonder mooie spullen hebben we de nannybokser Thing. Ik zorg ervoor dat het gevecht eerlijk verloopt. Maak je klaar. Ga. Dat was hard. Dit is pas een gevecht. Taylor heeft zijn bleke tegenstander onderschat. Is dat een knockout? Sta op, Taylor. Het lijkt erop dat het kindermeisje een verboden handeling wil uitvoeren. Oh nee. Hoe zal de atleethand daarop reageren? Ja, de winnaar is duidelijk. Help me. Pak de toets. Het werkte. Yes. Een witte vlag wordt gehezen boven de ring. En de kampioenschorrel gaat naar de hand van de gevangene. Houd hier, jongens. Tijd om te leren hoe je mensen bang maakt. Jij bent eerst, grote jongen. Laat zien wat je in huis hebt. Wil je problemen? Dan krijg je problemen. Weet je wel wie ik ben? Oh, kietelt. Zwak zoon, je hebt hier duidelijk oefeningen nodig. Je weet er niets van. Bij de handje. Woe! Nou, zo. Serieus? Hij maakt een grapje. Prima, ik weet een manier. Hier, probeer deze ultracomplexe taak op te lossen. Oh, dat is indrukwekkend, zoon. Het is B. Wat?
Alleen B? Dit is de eerste B in mijn leven. Jij krijgt binnenkort je A. En nu een les over het vastbinden van een slachtoffer. Eens kijken wat jullie allemaal kunnen. Nou, dat is makkelijk. Ze onderschat ons duidelijk. Laten we dit doen. Wat is dat? Stop met blazen. Ik vat makkelijk kou. Daar zijn jullie kinderen. Tijd om naar huis te gaan. Of je mist je eten. Dat was makkelijk. Het zijn geen echte criminelen. Het was leuk met Wednesday. Ja, ik zal deze ene dag van vrijheid nooit vergeten. Net zoals ik deze stank nooit zal vergeten. Weer een alledaagse ochtend voor onze atleet en nerd in de gevangenis. Pythagoras is een grapjas. Maar wacht, het lijkt wel een Wednesday Addams tune. Wow, de echte Wednesday Addams. Ha, wil je een serenade? Oh, mijn hand. Verdien het. Ik ben verliefd, ze is geweldig. Newbie, mevrouw Adams gaat ons veel problemen bezorgen. Oké, het is tijd om onze donderwolk op te sluiten in de cel. Waar is het? Ik haal altijd mijn sleutels door elkaar. Waarschijnlijk door Adams' magie in de lucht. Zelfs guillotines zijn moeilijker. We hebben zoveel geluk. Ik pluk ze al sinds mijn kindertijd. Dit lijkt niet op een isoleercel. Welkom in de tromgevangenis, lieverd. Vrolijke criminelen hier. Laten we het opknappen. Ugh. Rauwende kleur is een slecht voorteken. Ik zal een plek zoeken om in melaganiet te verzinken. In de naam van schorpioenen. Zulke heldere bedden met een hoop prolaria passen niet bij mij. Laten we andere opties bekijken. Grijsachtig. Geweldig. Oh, ze is onverbiddelijk. Het bandietenmeisje zal van mij zijn. Bidis Archimedes. Donkere magie? Wilt u een persoonlijke stylist? Schrijf onder de video. Wow, en ze is geen slungel. Ga je gang, Casanova. Blijf staan. Besloten om op mijn terrein te komen? Deze band leert je meteen om andermans grenzen te respecteren. Wednesday's zone is buiten bereik, duidelijk? Je raakt tenminste niet verveeld met haar. Laten we proberen haar niet woedend te maken. Schoonheid is een vreselijk iets. Tijd voor mijn favoriete nachtmerries. Zoals een schattige baby tarantula. Trouwens, ik heb een plan. De prinses van de duisternis zal zich niet verzetten. Doe je ogen open, atleet. Het is te vroeg om afscheid te nemen van het leven. En Wednesday kan niet voor de gek gehouden worden. Voorbij zo'n bewaker zal zelfs een vlieg niet onopgemerkt blijven. Het lijkt erop dat we een omweg nodig hebben. Ik kreeg onlangs een blauwdruk van onze gevangenis. Versla de bewaker met schaken. Laten we kijken wat we kunnen doen. We beginnen bij onze bedden en sluipen van rechts naar boven. Ze zal verrast zijn. Wacht, wacht. Voor wie zijn we bang? Dat kleine handje? Ik heb biceps van staal. Daar ga ik. Oh-oh. Overgang naar stealth-modus. Oeps. Operatie geannuleerd. Werd te enthousiast. Waar ga ik dan heen? De bedriegelijke manoeuvre is van jou. Ik heb een idee. Probeer het niet eens. Er is geen keusteler. Het genie heeft besloten. Tada! Een kleurrijke manicure is de sleutel tot succes. Kijk maar. Oh, goed gedaan, Mike. Ik heb mijn best gedaan. Laten we het plan nog een laatste keer bespreken. Oh, ik zal het onthouden. De trotse bewaker heeft nog steeds dienst. Hoe zou jij hem te slim af zijn? Laat je antwoord achter in de comments. Maar van wie is deze mysterieuze schoonheid? Zal Thing in het web der liefde trekken? Onze mini Adams is echt in de ban. Laten we nu de uitgang blokkeren. Het monster is er niet meer. High five, kerel. Ik voel me gevangen. Hallo? Wat is er aan de hand? Dat is een verdachte stilte. Precies. Ik kan Thing's gestamp niet horen. Vergeet die kerel. Pak in plaats daarvan mijn hand. En de mijne kent oefeningen. Oeps. Slimmere vingers zul je niet vinden. Lichaamscontact gedetecteerd. Begrepen. Ik zou een geschikter apparaat moeten hebben. Ma, tijd om te vertrekken. Ik moet het verlies bespreken met de enige geschikte mensen. Begrepen? Ik heb hier een incident. Thing is vermist. Heb jij hem misschien gezien? Wat een nieuws, lieve dochter. Oh, Gomez, tragedie in de familie. Arme Thing is verdwenen. Nog voordat kleine Wednesday het wist. Zo'n triest verlies.
Ik zal Lurch posters laten ophangen in de stad. Freeze! Wacht even. Luitenant Chris is een en al aandacht. Ik luister aandachtig, sir. Zeker, zal gebeuren. Ik begin nu. De materialen zijn succesvol afgeleverd. Over en uit. De baas is raar, zoals gewoonlijk. Vandaag niet. Rustig aan, je kunt niet eens meer grappen maken. Kom op. Word gestreken en zo goed als nieuw. Juiste beslissing. Geen enkele foul Wednesday. Je mag leven, Anderson. Wat een totale schande. Geen baan, maar alleen maar stress. Hey, knorrenpot. Eigenlijk hebben we een regel voor het dragen van het uniform. Ik denk niet dat het kwaad kan om je stijl te veranderen. Pas bij je ogen. Of anders. Uniform, zeg je? Waarom niet? Laten we ons ontdoen van de politiespullen. Dat is onze kans. Eindelijk, een slimme generaal. Je ziet er geweldig uit. Hey, het gezicht van gerechtigheid. Wij dienen Troom City. Hier, meneer Anderson. Volledig uit de hand gelopen. Ik hou je in de gaten. Ziek en moe van de gevangenis. Wil je elkaar beter leren kennen? Verrassing. Kan niet tegen piranha's. Makkie. Ik zal mezelf vermaken met schermoefeningen. Perfect in balans. Oh nee. Noem me het duistere heer, baby. Hij. Vind je het leuk? En ik begon net te genieten van de stilte. Bananen zijn op. Oh, te veel helderheid. Ik ben onteerd. Meer bezoekers? Coole outfit, Mike. Wat dacht je van een afspraakje? Ze hebben een lesje discipline nodig. Kom dichterbij en ik zal geen genade tonen. Wow, nog steeds in het zwart. De pas is toegestaan. Let nu op deze, popje. Te druk voor dat. Je kunt niet zo'n sneeuwvlokje zijn. Eén momentje. Wat ben je van plan? Gewoon een handgemaakt souvenir. Uit het hart. Je hebt het echt gedaan, macho. Heilige kakkerlak, hij is onbreekbaar. Er komt een hobbel. Je zult je niet verbergen voor de slagen van de liefde, bro. Grote, hopeloze opties. Klinkt bekend. Shift report. Heb 2 donuts gegeten. Ik kan me niet eens concentreren op de puzzel. Wat een vervelende directeur. Ik sta op het punt te ontploffen. Elegant mijn neus gekrapt. Verveelt het niet om op de toetsen te slaan? Ik denk aan mijn gothic boek. Belangrijke gebeurtenissen. Geleerd het strijkijzer te gebruiken. Ik ben te aardig voor hem geweest. Succes van de dag. De oproep van de baas genegeerd. 4 keer achter elkaar. En geduld is op. Strategische plannen. Schaamteloos ontspannen. De snorkammen. En de gevangenen uitschelden. Postscriptum. Ik zal proberen mijn uniform terug te krijgen met alle middelen. Hey, ben ik klaar? Geen geluid. Wat jij zegt, afgesproken. Ik zal verder typen met 1 vinger. Ondraaglijk. Mijn hemel, waarom zo onbeleefd? Zal niet meer gebeuren. Mijn hart stopte bijna. Kijk in mijn ogen. Ik bewaar mijn aantekeningen voor vanavond. Ik dacht dat ik een talent had. Ik kan beter aan het verleden denken. Bedankt voor de vakantie, jongens. Cadeautjes eerst. Voor mij? Gefeliciteerd, Chris. Ik wil promotie. Jee, zullen ze wat plezier maken? Probeer alleen mijn bed aan te raken en je bent klaar. Geef het op, losers. De dramatische entree van een veldagent. Handen omhoog, wapen op de grond, gevangenis Rambo. Probeer niet te smelten, meneer Proteïne. Broeders voor altijd. Nee, ik zal herinnerd worden als een slachtoffer van een slechte jet. Laten we het feestje vieren. Joehoe, mooie beat. Ik ga dansen, dansen, dansen met mijn handen, handen, handen boven mijn hoofd, hoofd, hoofd. Zoals Chrissy zei, ik ga dansen, dansen, dansen. Dat waren gelukkige tijden. Hey! Moppert onze schorpioen weer. Geen gelach hier, baas. Genoeg, ik ben moe van haar tirannie. Je trucjes werken op mijn zenuwen. Je bent vrij om te gaan, Wednesday. Tot nooit meer ziens. Verlaat ons niet, kleine vleermuis. Ben je niemand vergeten, jonge Miss Adams? Ah, dat klopt. Er is hoop.
Ze zal zeker terugkomen voor hem. Laten we wachten en een warm welkom voorbereiden. Hé, hey, wat is er aan de hand? Je geliefde baas gaat op vakantie naar de eilanden. Het beste. Wat gaan we doen? Nou, we zijn niet nieuw in avonturen. Wednesday Addams wordt geadopteerd. Wie zal de gelukkige zijn? De felle strijd zal beslissen. Ontketen je innerlijke panter. Oh, mijn lippen. Meer tips voor het gevecht? Beangstigende manoeuvretijd. Pak aan, gravin van de duisternis. Auw. Ronde 1. Laat het Wednesday adoptiegevecht beginnen. Alleen geen spoilers. Je moet meer helderheid in je leven hebben, dochter. Zo'n mooie roze past perfect bij jou. De 10e dag bij de Longlegs. En mami wil nog steeds niet opgeven. Heilige schorpioenen, nu is het duidelijk wie de winnaar wordt. Hier kom je niet mee weg. En een geheime truc liet daddy niet in de steek. Geef me een knuffel, baby. Geen kans. Niet in de stemming voor genegenheid? Dat is prima. Ik ben klaar, denk ik. Allereerst house tour. Wat vind je van de ornamenten, Wednesday? Waar is wat mist en allemaal spinnenwebben? Is er geen enkel donker detail? Geen aangename verrassing. Gewoon leuke meisjesdecoratie. De dochter is niet blij. Ik weet wie haar zal vermaken. Heb je ons gemist, Shaggy? Lieverd? Niet eens op je slippers gekauwd. Huggy is een goede jongen. Huggy wil alleen maar spelen. Waarom is hij zo vriendelijk? Shoo! Ze is echt een donderwolk. Ik zal je leren om stralen van positiviteit de wereld in te sturen. Laat je tanden zien. Het is nutteloos. We hebben een andere methode nodig. Abracadabra, Wednesday danst de chupacadabra. Niets kan dit kind aan het lachen maken. Ook niet kietelig? Laat een like achter. Als je hier geen plezier hebt, werk je. Doe iets nuttigs. Wow, het lijkt erop dat het Longlegs huis van een tijd niet is schoongemaakt. Gewoon marteling. Cool, dat is dan afgesproken. Laat hem niet los van de riem. Joehoe, ik zal joggers achtervolgen in het park. Als hij iemand opeet, is het niet mijn schuld. Gehoorzaam, Blue. Heb een mooi leven. Oeps, maatje Huggy werd te opgewonden in de frisse lucht. Nu zal niets de dorst van het monster stoppen om grappige mensen bang te maken. Heb jij huisdieren? Schrijf hun namen in de comments. Phew, dat voelde beter dan de achtbanen. En nul kinderen in de rij. De laatste stofdeeltjes. Easy peasy. Ook klaar met wassen en wassen. Je hebt het allemaal in een oogwenk gedaan.